En dan zitten we hier op Schouwburgplein, Kitty Kortie 2024 Rotterdam. En ik zit hier met Chris Berry. Chris, hoe gaat het met je? Ja, goed. Heel blij. Dankjewel, Ray. Je hebt een heel lekker optreden verzorgd, hè? Dankjewel. Je repertoire is heel divers eigenlijk. Ik hoorde ook een paar Surinaamse klanken er doorheen, als ik het goed heb gehoord. Papiaments en dingen die een beetje calypso richting opgaan. Dus ik snap de Caseco link, ja. Wat is de muzikale achtergrond van Chris Berry? Mijn muzikale achtergrond is inderdaad heel divers. Ik ben opgegroeid, geboren en getogen op Curaçao, maar ja. Ik heb wel een aantal jaren van mijn kindertijd op Sint Maarten doorgebracht, zo'n 4 jaar ongeveer, met mijn moeder. En ja, ook daar ben ik natuurlijk heel erg beïnvloed door alles om me heen. Alles wat kleurrijk is en vol en met mooi. Cultuur. Ja. En muziek maak je al vanaf je? Niet zo extra. Ja, oké. 13 jaar geleden heb ik mijn baan opgezegd in het bedrijfsleven, waar ik helemaal niks te maken had met muziek. En want één kwam 13, het ander. 13 jaar geleden, toen je 16 was of zo? Nee, nu ben ik 42. Okay, geen grap, hè? Oké. Ja, dus je hebt je baan opgezegd om echt volledig muziek te gaan maken. Ja. En waar doe je dat allemaal? Waar kunnen mensen jou vinden? Mensen kunnen mijn muziek vinden op alle digital service platforms die er zijn. Van Tidal tot Spotify tot Apple, ja, anything. Wat ik wilde delen is, ik heb natuurlijk gewoon een paar albums uitgebracht. En wat samenwerkingen her en der. En af en toe doe je ter ere van waar je vandaan komt, ik dan, een samenwerking, een collaboration met Curaçaose muzici. Maar wat ik vaak merk in deze muziek, dan doe ik het zeg maar uit liefde voor waar ik vandaan kom. Dingen, recordings en papiaments, maar van hele traditionele muziek. En natuurlijk niet mijn insteek, maar wel iets wat heel eervol is en iets wat ik heel graag doe. Om zeg maar voor het nageslacht en voor... Hoe zeg je dat? Het vastleggen van muziek wat misschien niet vastgelegd is daarvoor. Maar jij geeft er een andere draai aan eigenlijk? Nee, dat heb ik dus in het verleden gedaan. Gewoon on the side van mijn soulful ding wat ik doe. Mijn eigen... En wat ik nu ga doen, dus ik ben nu een album aan het maken weer. Het is albumtijd weer, albumloading. Ja. Alleen die is volledig in papiament toe. Summertime album? Zou kunnen, ja. All het season is, gewoon. Het is timeless, hopelijk. Nee, maar het is volledig in papiament toe. Okay. Voor het eerst. Dus voor mij is dat een hele grote stap. Omdat ik voor het eerst... Sorry, ik heb ADD. Ik kan niet tegen al deze afleidingen, weet toch? Maar het is wel... Maar als je je eigen muziek zou omschrijven, heel kort. Wat is jouw muziek? Intuïtieve muziek die ritmisch lekker valt. Okay. En kleurrijk is in de melodie en warm. In mijn stem. En waar heb je de lat gelegd voor dit album? Waar ga je een beetje toeren? Ik heb nog geen plannen wil gemaakt. Je beklimmen? Wat ik wil. Je staat hier Hartje Centrum, Rotterdam, Kitty Kortie 2024. Hoe great kan het zijn? Ik bedoel, een heel mooi publiek, heel gekleurd publiek net. Hoe vond je de interactie op zo'n, zal ik zeggen, beladen dag? Ja, het is allebei, hè. Het is. Ik vind het heel gepast altijd om te. Ik vind het altijd heel lastig om te zeggen happy Kitty Kottie of zo. Ja. Maar het is wel een dag waarop wij mogen stilstaan bij. Wat vind je bijvoorbeeld van 2024, als je kijkt naar Rotterdam nu, hoe het onderdeel is van Rotterdam in het centrum? Ik bedoel, mainstream. Kitty Kortie is gewoon een bevrijdingsfestival. Is toch prachtig dat. Ik vind het heel prachtig dat het er kan. Is in, ik vind het mooi dat het onderstreept wordt dat het voor iedereen is. Ja. Ik vind het soms jammer om te zien dat niet iedereen, als in dat hele palet, altijd aanwezig is op zoiets. We weten dat ze er zijn. Ja. Dat heeft ook te maken, denk ik, met scholing. Hè? Het is nooit, ja, dat ook. Het is nooit meegegeven. Dat is ook. Ja, dus dat zullen wij die scholing maar geven. En nu bijvoorbeeld, ik heb nu een dochter, je hebt haar gezien. Ja. Die zit net op de basisschool. Lekkere muziek trouwens. Nu. Ja. Ta. Ta, ta, ta. Ta, garuga, ta. Sorry. Ja. Anyway. Hoe heet het? Dus mijn dochter die zit net op de basisschool. En ik vernam dat ze ook Kitty Kottie gaan meegeven op school. Ja. Alleen ik ben dus nu al heel kritisch en heel erg benieuwd wie het verhaal gaat vertellen. Welk verhaal er wordt verteld. Weet je wel? Ja, het is al een mooie stap dat het verhaal verteld gaat worden. En ik vond het heel bijzonder dat er bijvoorbeeld toen we laatst op Curaçao waren,
ging ik met mijn dochter naar bepaalde plekken, monumenten en ook musea, bijvoorbeeld musea van Tula en dat soort dingen. En mijn dochter, ik vertel haar het verhaal van Juan Teteloque, van Tula, van Bayankarpata, et cetera. Maar zij is vier, dus het moet wel een beetje begrijpelijk blijven voor haar. Dus ik heb het altijd over kettingen in plaats van ketens. En dat Tula bijvoorbeeld verantwoordelijk was voor het doorbreken van die kettingen, zodat iedereen vrij is. En zij maakte zelf de conclusie dat hij een superheld was. En toen vroeg ze me 2 dagen later, hoe heet die superheld ook alweer? Ik zo, moest even nadenken, weet je wel. En toen zei ik, Tula! En dat vond ik heel bijzonder. Dat is mooi. Dat is mooi. En die richting moeten we op, weet je wel. Absoluut. Nou, je bent bij Stafvaste Media, Cult Noord, en we zijn wereldwijd te bekijken. Leuk. Wat wil je tegen je fans zeggen? Vooral op Curaçao, Suriname, wherever. Wat wil je ze meegeven op 1 juli? Liefde is een frequentie, is een plek waar we naartoe kunnen, allemaal, want het is er gewoon. Vrede in ons hart, dat is iets waar we aan moeten werken om die vrijheid te mogen ervaren. Die vrijheid waar we recht op hebben. Is prachtig, dat dit? Prachtige woorden om mee af te sluiten. Chris Berry, dankjewel. Dank u. En heel veel succes met alles. Heel graag gedaan. Ja. Fijne avond. Thanks, Ray.